Waarom is chaos in de lucht veilig? Dit is de Universiteit van Nederland. Waarom is chaos in de lucht veilig? Ja, waar het om gaat is eigenlijk om wat er in de cockpit gebeurt. Het begon vroeger met cockpits die er uitzagen zoals we hier zien. En dat zijn allemaal ronde klokjes, elektromechanische instrumenten, sommige elektrisch, sommige puur mechanisch. En dit is van een Boeing 727 uit de 60er jaren, 63. En tegenwoordig zien cockpits er heel anders uit, zien ze er zo uit. Een A380 is dit weer. En allemaal schermen, hartstikke mooi. Maar er is toch wat een en ander op aan te merken. Want ook op die moderne schermen, alles wat je daar ziet, daar ziet de piloot altijd de foute snelheid en de foute hoogte. Hij ziet niet de werkelijke snelheid en hoogte, maar hij ziet de foute snelheid en hoogte. En dat is ontzettend handig, vindt hij dat. Hij wil graag de foute snelheid en de hoogte zien. En dat lijkt heel vreemd. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat als je hoger in de lucht komt, dan wordt de lucht steeds dunner. En voor dezelfde verschijnselen rond het vliegtuig, dus of je te langzaam of te hard gaat, moet je eigenlijk steeds een andere snelheid vliegen, afhankelijk van die luchtdruk, om te kijken of je te langzaam of te hard gaat. En dat is natuurlijk ontzettend lastig als je dat iedere keer om moet rekenen. Dus wat er gebeurt is, dat vliegtuig voelt gewoon hoe hard voelt de lucht eigenlijk zo, als ik er doorheen vlieg. En rekent dat om naar een snelheid alsof je gewoon op zeeniveau zit. En dat betekent dat je dus een foute snelheid ziet, maar eigenlijk is die wel beter om het vliegtuig te besturen. Maar het is een foute snelheid. En ook de hoogte klopt niks van. De echte hoogte, dat is natuurlijk hartstikke goed om te weten als je een berg moet ontwijken, maar meestal zit je hoger. En dan is het eigenlijk veel belangrijker dat je niet een berg ontwijkt, maar dat je elkaar ontwijkt. En als je nou probeert de grond te volgen, dan ja, die hoogte wordt ook bij deze moderne instrumenten wordt nog steeds bepaald door simpelweg de luchtdruk te meten. Dus een hele precieze manier om de hoogte te meten. En als je dan de echte hoogte weet, dan moet je iedere keer weten, wat is het weer hier nu beneden? Want dan weet ik hoeveel ik daarboven zit. Nou, dat weet je niet altijd. En dat varieert ook de hele tijd. En als het ene vliegtuig het ene weer heeft ingesteld, het andere weer, dan vliegen ze misschien tegen elkaar aan, terwijl ze denken dat ze langs elkaar vliegen. Maar dat is niet handig. Dus dan gebruiken ze gewoon allemaal dezelfde luchtdruk die niet klopt. En dus is ook een foute hoogte, alsof het een ideale atmosfeer is, maar het klopt niks van. Maar ze ontwijken elkaar wel, en dat is toch wel fijn. Als ze dan dicht bij het vliegveld aankomen, willen ze wel graag weten toch waar die landingsbaan ongeveer is. En dan stellen ze ergens wel de druk in op dat vliegveld en dan komt alles toch weer goed. Maar daarom zien ze dus de foute waarden, maar die zijn dus weer voor het sturen eigenlijk de goede waarden. Maar er is nog iets fout aan zo'n moderne cockpit. Als we hem nog even bekijken, dan zie je dat op die moderne schermen worden eigenlijk hele ouderwetse klokjes getekend. En die zijn grotendeels ook zwart en door de klokjes gerekend. En dat is eigenlijk zonde van zo'n mooi scherm. Daar kan je heel veel mooiere dingen op tonen. Als passagier zie je veel mooiere dingen. Zie je bewegende landkaarten. En daar is het veel makkelijker om op te zien waar je zit. En het is dan ook werkelijk wel eens gebeurd dat de piloten minder goed wisten waar ze zaten dan de mensen achterin die gewoon de kaart hadden. En die mensen achterin die zagen, goh, we landen niet op Frankfurt, we landen op Brussel. Gaan we ze zeker uitwijken. Die piloten dachten nog steeds, we vliegen aan op Frankfurt. De verkeersleiding had ergens foutje gemaakt, had ze de verkeerde route gezet en zij vlogen gewoon rustig door. En die man die landde op Brussel en pas op het allerlaatste moment, vlak voor de baan, dacht van, dat is niet Frankfurt, dit is niet goed, dit is niet Frankfurt. Maar ja, toen konden ze niet meer helemaal naar boven en nog naar Frankfurt vliegen. Kwamen dat wel uit met brandstof en zo. Toen was het ook echt verstandiger om dan maar door te vliegen en te landen op Brussel. En toch een heel naar telefoontje naar de luchtvaartmaatschappij te plegen van, ik ben per ongeluk op Brussel geland. Verder ging alles goed, maar ik ben per ongeluk op Brussel geland. Nou, dat is op zich een grappig verhaal, behalve voor die vlieger. Ze zijn daarna ongetwijfeld naar Frankfurt gevlogen, maar het kan ook ernstiger mis. Er is ook wel eens een vliegtuig in Zuid-Amerika, die vloog keurig naar het goede Baken. En dat stond dan op zo'n klokje, zo'n keurige rechte lijn. Je zit precies goed, je gaat naar Baken, Romeo, hartstikke goed. Maar er waren alleen meerdere Bakens, Romeo, en er waren daar ook bergen. En dat liep dus minder grappig af. Dat vliegtuig is gewoon tegen een berg gevlogen die er al miljoenen jaren stond. En het vliegtuig, al die apparatuur, wist ook precies waar die was. Lat, longcoördinaten wisten ze allemaal precies. Maar die vliegers niet. En die dachten van, nou, we gaan goed. Tegen een berg gaan, iedereen dood. Nou, dat is dus toch misschien niet zo handig om allemaal van die hele abstracte klokjes en zwarte displays te maken.
En we doen dan ook onderzoek naar veel natuurlijkere displays die meer de omgeving van de mens tonen. En een collega van mij, Max Mulder, die noemt dat ook ecological interface design. Dus van de omgeving simuleren zoals die is. En dan krijg je bijvoorbeeld zo'n display. En hierbij tegen een berg vliegen, nou, dat is toch niet zo voor de hand liggend als met zo'n zwart display. En meestal, ik denk dat de meeste mensen toch hard proberen aan het stuur te trekken als ze dit opeens op een display zien. En ja, dat zit nog niet in de gewone cockpit op dit moment, gek genoeg. En waarom is dat nou? Dat is omdat je, als je dit wil gaan ontwerpen, dat kan trouwens, nog één voorbeeld, we hebben ook een voorbeeld van hoe dat dan kan. Je kan de hele route natuurlijk op die manier ook tekenen, voor zo'n vlieger. Als je een tunnel tekent, hier is een tunnel, en dat gewoon helemaal uittrekt en zegt van nou, we maken het voor de vlieger zo makkelijk, als hij gewoon door die tunnel heen vliegt, dan gaat alles goed. En dat kan je dan ook op zijn display, wat recht voor zich, kan je dat die tunnel vliegen als je er doorheen vliegt. Daar hebben we ook een plaatje van. Als we dan zie je, je vliegt door die tunnel, dan is het veel makkelijker. Waarom zit dat nou nu nog niet in die vliegtuigen? Is het nog steeds iets voor universiteiten, laboratoria? Nou, het is omdat als je iets verandert in de cockpit, dan moet het wel in de regels passen. Dan moet je bewijzen dat het net zo veilig is. En er zijn hele strenge regels in de luchtvaart voor of iets veilig is. En dan moet je dus heel veel vliegen en heel veel studies doen om te bewijzen dat het net zo veilig is als het oude. Het is dus veel makkelijker om die oude klokjes te tekenen op die moderne schermen, want dat is al bewezen dat het veilig is, dat kost je niks. Terwijl als je die nieuwe dingen wil gaan testen, dan moet je dat allemaal bewijzen, moet je allemaal dure vliegproeven doen. En ja, nou ja, waarom zou je dat geld uitgeven als je het oude ook kan verkopen? Dus je ziet dat van die regels, het is natuurlijk niet voor niks, hè, dat we heel voorzichtig zijn dat als iemand een nieuw gadget heeft, kijk, nu toch een mooi scherm, zet maar in de cockpit. Ja, dat kan natuurlijk ook niet als het niet werkt. Hè, dan komt opeens een error message te staan, of de piloten snappen er niks meer van, omdat ze niet goed getraind zijn. Dan gaat dat natuurlijk ook niet goed. Dus die regels die zijn er wel voor een reden. Het is best goed om voorzichtig te zijn, een beetje conservatief te zijn en niet allemaal opnieuw te zetten. Maar je ziet, het is wel gek hoe zeg maar iets wat geboren is uit veiligheid, niet te snel, niet te nieuw, kan leiden tot minder veiligheid. Namelijk, we zagen niet dat we tegen een berg vlogen. En dat is een soort paradox van de veiligheid die zichzelf weer in de staart bijt. En veiligheid zorgt voor onveiligheid. Ja, oh, die nieuwe displays, trouwens, die doen we stiekem wel, hoor, die nieuwe displays. Maar het mag niet. Maar wat we dan doen is, we maken er een scherm naast. Zie je? Dus we hebben al die ouderwetse schermen, die officiële, goedgekeurd, hartstikke fijn. En dan maken we er gewoon een extra scherm naast. En dat is hier dat blauwe scherm. En daar zitten allemaal pop-up menu'tjes en taxidisplays. Zetten gewoon al die nieuwe dingen toch op. En dan hebben ze toch. Maar het hoeft er niet op te vragen. Je hoeft niet te bewijzen dat het goed is. Want dan zeg je, nee, ze hebben al dat oude spul in het midden. Alles goed. Maar in de praktijk kijken ze natuurlijk wel stiekem naar die electronic flight deck. En daar zien ze gewoon alles op. En zien ze zich keurig taxiën en dan navigeren. Want het vliegtuig weet dus precies waar die zit. En het is wel aardig om even te kijken naar hoe die dat doet. Want dan komen we ook op die chaos in de lucht namelijk. Hoe doet zo'n vliegtuig dat? Nou, er is eigenlijk, kan je om dat te begrijpen, best kijken naar een soort van, naar een vuurtoren. Als we kijken naar een vuurtoren, we hebben er hier eentje, die zien we van boven. Dat is een beetje abstract, maar dit is een vuurtoren van boven. En die draait een blauwe bundel, die draait rond. En die eens in zoveel tijd is er zo'n witte flits. En die witte flits gaat alle kanten op en die blauwe bundel draait rond. Als je nou bij deze vuurtoren in de buurt vaart en je zit dan, laten we zeggen, zo op rond half vier. Dat is als je het voorstelt dat het een klok is in die richting, dus zomaar, of als het het noorden is boven, zit je ongeveer naar het zuidoosten. Dan zie je dus, wat zie je dan? Dan zie je nu een witte flits. En als hij ongeveer 6 seconden ronddraait, zie je na 2 seconden zie je die blauwe bundel langskomen. En dan 4 seconden later zie je weer een witte flits. Dan weet je dus waar je in die cirkel zit. En dan weet je dus zonder kompas of weet ik wat, weet je puur met alleen dat baken, weet je waar je zit ten opzichte van het baken, namelijk naar het zuidoosten. Dat is het principe van een baken wat we veel gebruiken in de luchtvaart, VOR-baken. En dat kan je nog steeds zien als je op kaarten kijkt, als je op luchtvaartkaarten kijkt, dan zien we dat al het verkeer vliegt volgens strakke routes. En je kan het zelf zien als je naar het hele luchtverkeer van de wereld kijkt, dan zie je hier, dit is werkelijk verkeer, dit is niet gesimuleerd, dit is werkelijk verkeer, dat zie je vliegen, en zie je allemaal via vaste routes vliegen, die vliegen van baken naar baken. En boven de oceaan is iets heel bijzonders, we zien nu dat al het verkeer van Amerika naar Europa vliegen, en nu loopt het langzamerhand leeg, en ineens vliegen ze allemaal de andere kant op. Maar eigenlijk wist u dat wel, want als je uit Amerika terugkomt, land je altijd 's ochtends, 's ochtends vroeg, of in ieder geval voor 12.
En als je vertrekt naar Amerika, vertrek je altijd 's middags of 's avonds. Nou, dat is om te zorgen dat die vliegtuigen elkaar niet tegenkomen. Want het is boven de oceaan is geen radar, dus verkeersleiding kan je niet zien. En ja, je kan wel weten waar je zit, maar je moet ook de andere vliegtuigen nog ontwijken. En als je dus geen radar hebt boven de oceaan, dan is het misschien wel handig om het als een soort spoorlijn rails te gebruiken, waar je eens in zoveel tijd een vliegtuig opzet en er liggen een aantal sporen naast elkaar. En dat is ja, een procedurele manier om het verkeer uit elkaar te halen. En zo zorg je dan dat die vliegtuigen elkaar niet tegenkomen midden boven de oceaan, waar er geen verkeersleider is om te kijken of het allemaal goed gaat. En daarom vlieg je dus altijd 's middags naar Amerika toe en 's ochtends in onze tijd uit Amerika terug. In die verkeersleiding vindt het ook heel fijn als er een ordelijk plaatje ontstaat. Dus behalve van baken naar baken vliegen, wat we dus nog steeds doen, al die bakens, dit is gewoon een moderne kaart. En we hebben natuurlijk inmiddels GPS, we hoeven niet meer van baken naar baken vliegen, we kunnen overal zien waar we zitten. Maar toch vliegen we nog steeds van baken naar baken. En dat is om die verkeersleider dat verkeer makkelijk uit elkaar kan houden. Daar wordt het veel ordelijker van. Maar je vliegt natuurlijk wel om, soms. Je vliegt net als overwegen, je vliegt om. Maar je wil natuurlijk gewoon rechte lijn, de grootcirkel wil je vliegen. En om dat te doen, dan, dat kan, maar dan ontstaat er chaos in de lucht. Dan gaat iedereen kriskras door elkaar zijn eigen optimale route vliegen. Chaotisch plaatje voor een verkeersleider niet te doen om dat uit elkaar te halen. Die heeft liever een paar kruisingen die hij in de gaten moet houden, dan dat iedereen kriskras door elkaar heen vliegt. Nou, zeggen ze, nou, dan doet de vlieger het toch gewoon zelf. Dat is op een gegeven moment een idee. Als ze kriskras door elkaar heen vliegen, doet de vlieger het toch gewoon zelf. Ja, ontstaat er dus inderdaad chaos in de lucht. En dan moet je dus regels afspreken en daar kan je verkeersregels voor afspreken. En als je dan bijvoorbeeld afspreekt dat als twee vliegtuigen elkaar tegenkomen en we kijken waar ze, als je die lijn doortrekt, waar ze dichtst bij elkaar zijn, dat je alleen maar zo beweegt dat je die afstand groter maakt, dan heb je verder heel weinig regels nodig. Dat is eigenlijk één simpele regel. De minimale afstand die nu voorspeld wordt, moet je alleen maar vergroten. En dat betekent voor dit vliegtuig dat wij komen daar van die kant, van links. En wij vliegen zo, dat betekent dat wij naar rechts moeten uitwijken. En als die ander dat dan ook doet, voor hem draait het plaatje helemaal om, die zal ook naar rechts uitwijken, dan hebben we zonder dat we met elkaar hebben hoeven overleggen over hoe gaan we dit oplossen, lossen we het vanzelf in een soort ja, coöperatieve, gecoördineerde manier op. En dan krijg je dus niet wat je wel eens hebt als je elkaar tegenkomt op de gang, hè, dat je allebei tegelijk zo naar links en rechts gaat. Want je hebt een hele simpele regel om te kijken hoe je elkaar ontwijkt. Maar er moet wel een minimale afstand zijn natuurlijk. En ja, als je nou precies recht op elkaar afstapt, krijg je dan toch niet die dans. Nou, daar hebben we wel naar gekeken. We hebben allerlei verschillende geometrieën gedaan. Er is onderzoek naar gedaan, wat als de vliegers het zelf doen. Niemand heeft het totaalplaatje hier. En opeens zijn er 8 vliegtuigen die proberen, dat hebben we natuurlijk zo ingesteld, maar die proberen, het is niet echt verkeer, de simulatie. En die willen allemaal in het midden zijn op dezelfde tijd, dezelfde hoogte, dezelfde snelheid. Nou, dat gaat niet gebeuren, want dat heet een botsing. En niet zo'n kleintje ook. Dus wat hier gebeurt is dat we zien, als we even kijken naar het begin. In het begin is het plaatje nog symmetrisch. In het begin zitten ze keurig in een cirkel. En dan detecteren ze allemaal die systemen aan boord. Die moeten wel weten waar die andere vliegtuigen zitten. Maar dan detecteren ze allemaal van, we hebben een conflict, wordt er voorspeld. En dat moeten we oplossen. En iedereen lost dat voor zich op, het is een symmetrie weg. Want er zit namelijk altijd zo'n kleine onnauwkeurigheid in. Je vliegt eigenlijk nooit helemaal recht op elkaar af. En die kleinste onnauwkeurigheid, die ruis voor mijn part in het systeem, het afkappen van onnauwkeurigheden, die wordt uitvergroot door die verkeersregel. Hè? Die zegt van je moet het groter maken. En het is dus al lang opgelost. Ik zou als verkeersleider nog niet helemaal gerust op zijn. Maar het is opgelost. En dat zonder dat iemand het totaalplaatje heeft. Maar er zijn misschien toch wel situaties waar je zegt van nou, als dit gebeurt, dan moet je toch echt wel iemand hebben die de God's eye view heeft en die het allemaal gaat regelen. Stel je bijvoorbeeld voor dat al dat verkeer op een muur zit. Die zitten precies, het is 5 keer versneld en eigenlijk is het vliegtuig maar een heel klein stipje er middenin. Maar het is wel dat cirkeltje geeft aan het gebied wat vrij moet zijn. En er zit een hele muur en je mag niet naar boven en naar beneden hebben afgesproken. En die ene arme stakker van de linkerkant, die wil door die muur heen. En ja, er is geen plaats. En wat gebeurt er? Als we even kijken naar het begin nog een keer, want het is nu al opgelost. Hè? Maar als we even kijken naar het begin hiervan, dan zien we dat er ontstaat in het begin één conflict. En dan gaan die vliegtuigen gaan dat oplossen met die verkeersregel. Maar dan ontstaat er weer een conflict ernaast. En zo ontstaat er een soort rimpeling door die muur. Een soort secundaire conflictenrij. En dat gebeurt nog een keer misschien. Ieder vliegtuig krijgt dan 1, 2, misschien enkele keer 3 meldingen. Maar geleidelijk aan kreukelt die muur op en ontstaat er een gat voor dat ene vliegtuig. Als een soort golf gaat het door het verkeer heen. En dat blijkt dus eigenlijk best aardig te werken.
Maar ja, kan zo'n vlieger dat er nou wel bij doen? Hè? Die heeft al die instrumenten. Kan die dan ook nog wel een beetje verkeersleider gaan zitten spelen voor zichzelf? Nou, we hebben daar toen de proeven voor gedaan. We hebben Flight Simulator genomen. We hebben daar gewone airline-piloten ingezet. En die hebben we dat laten vliegen. En we hebben ze door 3 keer zo druk verkeer van de drukste sector van Europa laten vliegen. We moesten het een beetje testen. We hadden 1 keer zo druk, 2 keer. En dan het scenario waar het niet is gegaan was 3 keer. We hebben het zelf een beetje getest. Nou, ging nog best aardig. Dus ja, we moesten toch een situatie hebben waarin het misging. Want we wilden kijken hoe het misging. Dus hebben we nog eens een keer 3 keer zoveel conflicten gemaakt. Dus had hij het ergst van 9 keer wat de drukste sector vandaag de dag in Europa is. Nou, dat ging hem nooit lukken natuurlijk. Airline-vliegers gingen in de flight simulator. We lieten ze dat scenario. Toevallig kregen ze als eerste inderdaad dat drukke scenario. We lieten ze vliegen. Wij gingen kijken wat er gebeurt. Nou, ja, ze losten het allemaal op. Ze kwamen eruit. En wij waren toch wel, we dachten, nou, nu krijgen we het. Hè. Van, hoe haal je het in je hoofd al die vliegtuigen op ons af te sturen? Dat dachten we dat ze zouden zeggen. Maar dat zeiden ze dus niet. Hè. Wat ze tegen ons zeiden was van, nou, dat is best een aardig systeem eigenlijk. Maar wat nu als het druk wordt? Zij hadden dus geen flauw idee hoe druk ze hadden gevlogen. En dat komt, ze kijken het natuurlijk nooit op het scherm van de verkeersleider. En ze hoeven alleen maar hun eigen problemen op te lossen. En het blijkt dus dat veiliger werkt dan op de grond. Nou, waarom gebeurt dat niet? Ja, er is nu zo'n heel systeem van we doen het op de grond. En er zitten allemaal organisaties en verdienen natuurlijk ook weer mensen aan. En er zitten allemaal organisaties die nu zo ingericht zijn. En als je zegt, joh, weet je, we doen het morgen gewoon helemaal anders. Een complete revolutie. Ja, dat gaat niet gebeuren. Hoe moet je de hele wereld, iedereen zeggen, we gaan het nu anders doen. Een nieuwe apparatuur, dat gaat natuurlijk niet. Maar in de hoge luchtlagen en boven zo'n oceaan, en weet ik, kunnen ze misschien wel gewoon zelf laten vliegen. En dan hebben we geen verkeersleider voor dat gebied meer nodig. En dan kan de piloot dat doen. Maar sommige mensen zeggen, piloot. Piloot heb je helemaal ook niet nodig. Het kan ook best zonder piloot. En daar gaat het volgende college over.